Het verkeer op het Keizer Trajanusplein heeft maandagmorgen voor lange tijd stilgestaan. In de richting van de Waalbrug was een portaal waarop wordt gewaarschuwd voor de maximale doorrijhoogte in tweeën geknakt. Waardoor het portaal het begaf is onduidelijk. De Nijmeegse politie was vlug ter plaatse. Het verkeer werd maandagochtend urenlang omgeleid. Toen het gesneuvelde portaal was opgeruimd, stroomde de Waalbrug minimum van tijd weer vol met verkeer.